Goed, we waren dus bij vraag 128. Hoeveel ribben heeft je prisma? Het lijkt een normale wiskundeles op de middelbare, maar het is een groep 9 les op de Jan Lichthart. En dat gaat toch allemaal net even iets anders dan op andere scholen. Hier leer je allemaal dingetjes die je eigenlijk bijna niet te leren kan krijgen. Het is eigenlijk een soort tussenjaar voor kinderen die niet zo goed kunnen werken. Waar je hulp krijgt met dingen waar je nog moeite mee hebt. En dat kunnen de kinderen hier goed gebruiken. Allemaal hebben ze zo hun eigen reden om hier te zijn. Ik heb een paar jaar in het buitenland gewoond. En ik heb daardoor heel veel moeite gekregen met Nederlandse spelling. Ik vind het saai en daardoor wordt het moeilijk. En daardoor kan ik me niet concentreren erop. Ik werk te snel waardoor ik slordigheidsfouten maak. De stap van groep 8 naar de brugklas is dan best wel groot. Daarom komen de kinderen hier een jaar lang om te oefenen. Het lijkt hier allemaal net een echte middelbare school. Met dit soort kluisjes, een hele zware boekentas, ingewikkelde lesroosters en allemaal nieuwe klasgenoten. Maar in de les gaat het er toch allemaal net even anders aan toe. In de lessen hebben we nog wel echt wel aandacht voor dingen die in een gewone middelbare school misschien minder aandacht krijgen. Bijvoorbeeld, hoe leer je nou goed plannen? Hoe leer je organiseren? Hoe leer je om te gaan met je huiswerk? Al dat soort dingen, daar hebben we heel veel tijd voor. In dit lokaal krijgt een groepje leerlingen hulp bij concentreren. Ik moet eerlijk zeggen dat ik soms wel zelf de stoorzender ben. Andere kinderen kiezen voor lessen over faalangst of plannen. Steeds meer scholen geven zo les. En dat is niet zo gek, zeggen deskundigen. Omdat we in Nederland op 12-jarige leeftijd al moeten kiezen voor een niveau. En dat is, als je het vergelijkt met andere landen, eigenlijk heel erg vroeg. En je kunt niet van elke 12-jarige zeggen van nou, nu ben jij klaar om naar het vervolgonderwijs te gaan. Sommige leerlingen hebben echt wat meer tijd nodig. En die extra tijd, die helpt. Toen ik hier opkwam was ik nog best wel verlegen. En nu ben ik best wel gewoon normaal op deze school. Ik kan niet echt zeggen hoe het verandert, maar het gaat aan de andere kant wel wat beter. Ik had heel erg moeite met rekenen en dat is nu al gewoon binnen een paar weken is dat al gewoon veel meer vooruit gegaan. Zo'n groep 9 heeft alleen één groot nadeel. Ik wou eigenlijk wel veel langer op deze school zitten, maar dat kon helaas niet. Ik vind het heel erg jammer, want ik zit echt in een hele leuke klas en dan is het nou gewoon binnen een jaar is het dan ook gewoon weer weg. Maar voorlopig blijven ze nog wel even bij elkaar, want het schooljaar is pas net begonnen.